hebben te maken met een zeer grote brand die rond de klok van 3 uur vannacht is begonnen hier in de meubelwinkel achter mij. De oorzaak is nog niet bekend, maar de gevolgen die zijn wel duidelijk. Grote uitslaande brand met veel schade tot gevolg, dat kun je nu al concluderen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Er zijn alles bij elkaar zo'n 4 tot 5 woningen ontruimd. Dat is de woning die hier achter mij staat en nog een paar woningen om de hoek. Nou, de bewoners die zijn in Strijen zelf opgevangen. En wat ik al zei, gelukkig is niemand van hen gewond geraakt. Ja, de rookontwikkeling is inderdaad enorm. Vandaar ook het advies aan de inwoners van Strijen. Hou voorlopig maar even ramen en deuren dicht. Dat is in verband met de hinder en de stank even de beste oplossing nu. Maar die woningen die ontruimd zijn, die zijn ook ontruimd vanwege de warmteontwikkeling. Nee, is nog te vroeg. We gaan eerst maar eens even de brand blussen. En zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk. En dan komt de vraag, hoe is deze brand ontstaan? Die komt later.